Een kruidsbeeld langs de Broek in Zuid in Remmen is afgelopen weekend vernield. Getuigen en een man om 4:00 ochtends op het beeld insteken. En daarna ging de man er vandoor. De politie kwam dan aan ter plaatse, maar die kostte de verdachte niet naar signaleren. Het beeld is flink beschadigd geraakt. Wie de eigenaar is van dit beeld is niet bekend. Het beeld zou in het verleden al eens een keer opgeknapt zijn door studenten van het Gelde.